Voor iedereen die wil reizen hebben wij een oplossing en we proberen voor elke passagier de drempel zo laag mogelijk te houden en hun reizen in ieder geval via Schiphol zo comfortabel mogelijk te maken. Ik werk bij Axicom Airport Caddy en wat wij doen is wij begeleiden passagiers van A tot Z die assistentie nodig hebben. Dus die moeite hebben met bijvoorbeeld de lange afstanden of de trappen lopen. Die passagiers die helpen wij. Ik ga nu naar de gate, naar C14. Deze passagiers die komen net vanuit de vlucht vanuit Athene. Our car is over there. Do you need a wheelchair? No. Can you follow me? En ze vertrekken weer verder op een New York vlucht. En ik ga de mensen nu direct naar de gate brengen. Around boarding time, my colleagues will come and find you again, and he or she will help you to go on board of this big aircraft. Okay, thank you very much. Yes, have a seat. Passagiers kunnen een assistentie aanvragen via hun eigen luchtvaartmaatschappij waarbij zij vliegen. En het is voor de passagiers een gratis service. We begeleiden ook passagiers die slechtziend zijn of blind. Of passagiers die moeite hebben met drukke plekken. Dus we helpen eigenlijk alle passagiers van jong tot oud die hulp nodig hebben tijdens hun reis op Schiphol. There you go. Please put your feet up. Yes. Het is niet zo dat we de passagiers bij de gate neerzetten en dat ze eigenlijk geen kant meer op kunnen. We vragen altijd even of dat ze misschien nog even naar het toilet willen of nog wat te eten of te drinken willen halen voor aan boord. Ciao, ciao. Sommige vliegtuigen die kunnen niet worden aangesloten op een brug. Dus ze staan op een platform en de passagiers moeten dan met de trap het vliegtuig in. Nou, dat kan niet altijd voor de passagier, dus die passagiers die helpen wij dan met onze eigen wagen. Nou, dit is onze Boomer. Dat is een schaarwagen. En deze zorgt ervoor, zoals je kan zien, dat de platform helemaal naar beneden gaat. Passagiers kunnen dan daarop komen. Hij kan ook weer helemaal omhoog, zodat hij ter hoogte van het vliegtuig staat. En dan kunnen passagiers daar ook weer makkelijk aan boord gaan. Soms zijn er ook passagiers die liggend vervoerd moeten worden. En ook die passagiers kunnen wij heel makkelijk met behulp van onze schaarwagen aan boord brengen. Wilt u aan de arm? Nee, gaat het goed zo? Oké. Onze passagiers zijn vaak wel de kwetsbare mensen. De 1,5 meter kunnen we helaas niet altijd garanderen als wij passagier aan het begeleiden zijn. En daardoor proberen wij andere maatregelen, nemen we eigenlijk heel serieus, zoals het dragen van een mondkapje, de handschoentjes. En we ontsmetten eigenlijk altijd ons materiaal naar elke passagier die wij hebben begeleid. De reizen die onze passagiers nu maken, daarvan zie je wel echt dat het vaak noodzakelijke reizen zijn. Ze gaan voor medische redenen reizen. Dat is voor heel veel passagiers ook een enorme noodzaak natuurlijk om dan toch te gaan reizen, ondanks hun kwetsbaarheid. Oké, Erika, let's go! Het leukste aan mijn werk is toch wel de dankbaarheid van passagiers die ik krijg. Op het moment dat zij veilig aan boord zitten of veilig weer bij hun familie zijn in de aankomstzaal, dat is voor mij wat ik het allerleukste vind aan mijn werk, is die dankbaarheid en die voldoening die ik ervan krijg. Kijk uit voor het opstapje. Yes. You're okay? Okay. Yes? Okay, wish you a good flight. Bye bye.